Hallo mensen, welkom terug op mijn video. Deze video laat ik je zien hoe je een olifant kan krijgen via de Black Desert Online. Als je vragen hebt, kan je vragen stellen. Als je liken, mag je gaan liken. Deze video is voor de eerste keertje voor de Nederlandse uitleg. Dus als je wilt met mij volgen, je kan me altijd abonneren. Als je liken, mag je liken. Als je vragen hebt, kan je altijd vragen. Dus we gaan beginnen met video. Hey fun. Welkom terug op mijn video na de intro. Er zijn er twee dingen die je moet hebben. De eerste is het, je koopt zeg maar 4 van die gold van 100G. En dat kost in totaal 40 miljoen zilver. En het tweede is, je koopt 20 empty portal. Dus als je dat hebt, gaan we door naar het volgende stap. Maar we gaan eerst even naar die plek toe waar wij die gold kunnen halen. Dus bij de Auto Nova, daar ben ik die. En de gold kan je halen precies bij het storage. Zo, en dat heet, de NPC heet Dave. Dus ik ben daar zo. Dus precies, als ik hier omhoog ga, dan zie je dit NPC. Dus je gaat daarheen. Welcome, I'm Dave. I'm kind. En dan ga je naar de Current Exchange. Dan ga je daarheen. En dan koop je van de 4 van 100G en dat is in totaal 40 miljoen zilver. Dus ik klik op buy. Dus ik klik op buy multiplay en dan klik je daar op 4 keer. Of 3 keer, even van de 2. Dus als je dat hebt, dan heb je 3 gold. Voor de 20 lege flessen en zo, als je niet weet waar het is. Nou, de NPC heet trouwens een materiaal ventor. En als je niet weet waar het is, dan klik je op een vergrootglas daar zo. En dan ga je zoeken naar het materiaal. Dus dat. En als Joey in de minimap, dan zie je de mark en zo. En dat is precies hier voor mijn neus. Wat je moet doen, je praat met deze NPC. En ga je naar de shop. En bij de shop, dan zie je ergens een lege fles. Dat staat hierbij. Empty bottle. Nou, je gaat daar zo. Klik op bij multiplayer, dan zet je daar zo 20 op en klik op enter. Oké, we zijn nu op die ene plek waar wij eigenlijk moeten zijn vanaf nu. En via dat plek gaan we een NPC praten. En hoe doe je dat? Nou, ik laat je eerst even die plekje zien. Bij de plek ben ik zeg maar op deze. Dus dit is vlakbij bij Shakatu en zo. Dat is zeg maar waar de dingen zitten, zeg maar. Dus nou. Dan zie je die twee van die toren en zo, vlakbij daar en zo. Dus je moet de link hebben en niet rechter, maar gewoon dat links en zo. Die moet je dat dan hebben. Als je daar bent, dan zie je de NPC en dat NPC heet Villa Keeper en zo. Dus praat met deze NPC en dan ga je naar het villa. Bij deze villa, dan zie je Shakatu Villa if Invitation, ik weet niet hoe je dat zegt en zo, maar deze papier die moet je dan hebben. Dus met het begin van de tekst Shakatu. Dus als je die klikt, dan klik je op buy. Als je dat hebt gedaan, dan gaan we hier naar binnen. Dus we kunnen nu hier zeg maar naar binnen, omdat we hebben die Shakatu papier. De deur gaat open, dus wat je gaat doen, je gaat hier omhoog en dan praat je met deze NPC. Welcome, I'm Sarazad, a seneschal sent from the Old Moon Guild. En dan zie je hier zo Villa Speciale Autorapi Elephant en zo. Dus dat is dan het naam van de quest. Dus we gaan hiermee mee op slag. Adventure, which type of scrolls would you like to rent? Dat is al één. Nadat je die quest hebt zeg maar, geaccepteerd, dan gaan we even kijken naar die map waar wij moeten zijn. Nou, ik ben trouwens bij Shakatu en zo. En dat is dan het quest die jij zeg maar, moet gaan. En via dat quest moet je zeg maar 300 keer van dat gegeven. Dus we zijn hier zo, dus dan praat je met deze NPC en zo.
En dan klik je op de chat. En bij de chat, dan klik je eerst op About the Fierce Element of zo. Nee, ik bedoel... Ja, die ja. En dan klik je op Shakotu Gift. Oké, dan klik weer op een chat. En dit keer gaan we voor de... dan geven wij 3 keer 100 G gold. Nou, als we dat hebben gedaan, dan gaan we hier zo weer op drukken. En dan gaan we even terug naar dat plek. Oké, we zijn weer terug in dat plekje zo. Dus we gaan weer hier naar Insight. En dan gaan we hier zo zeg maar omhoog. En hij praat weer met een NPC. Welkom, ik ben Sarazade. Een seneschal sent van de Old Moon Guild. If it's too heavy to carry around, you can Nou, we hebben de volgende quest Optimum Bottle River Water. En ik laat je zien van wij dat kan halen. Nou, vanaf hier gaan we hier naar omlaag en zo. En dan kan je kiezen of links of de rechterdeur. Ik ga in ieder geval naar rechts. En dan ga je hier zeg maar weer naar rechts toe. En daarna zie je het de uitgang. Dus je gaat daarheen. En dan zie je gelijk de tegenover. En het water en zo. Dus wat ga je doen? Je gaat hier staan, dan klik je op, of dan druk je op een i-knop. En dan zie je vervolgens ergens een lege fles. Even kijken hoor, hier zo. Dus wat je gaat doen, je klikt op de rechter muisknop. Nou is hij bezig met vervullen. En vergeet niet om zeg maar naar het gebied te gaan drukken, anders vul je per één keer moet je dan weer op een rechte muisknop drukken. Als je al hebt gedaan van het 20 keer water vullen in het lege fles, dan geef je deze aan het olifant. Dus ik laat je zien waar zo. Dus je gaat hierheen en dan ga je zeg maar, daar staat het zeg maar het olifant. Dus dit olifant die wordt misschien wel voor jou. Maar je krijgt het wel, dus ik weet niet of dat hem is. Dus wat doe je dan? Je zat hiervoor, dan druk je op R. En dan klik je op de chat R. En dan staat erop 4 twinkie water. En that's it. En als je dat hebt gedaan, dan klik je even daarop. En dan ga je weer hier zo weer inside. En dan ga je hier weer omhoog. En dan praat je weer met deze NPC. Welkom. En dan begin je met de volgende quest. Dus nu moet je een olifant gaan vervoeren. En waar kan je dan dat doen? Dan klik op M. En dan zie je hier zo. Dan zie je zeg maar een Yard Canyon. Dus dan klik je daarop en zo. Of desnoten heb ik een andere plek gevonden en zo. Als je op M drukt, dan zie je zeg maar hier zo. Zeg maar een Shakatu Farmland en zo. Dus als jij zeg maar hier bent, dan hoef je alleen maar daarin te gaan. Dus ik bedoel niet daar zo, maar ik bedoel daar zo. Dus dat is de goede plek. En waarom? Dit is dan een plant en zo die wij kunnen gaan farmen voor de wiet en zo. Dus we gaan eventjes kijken. Dus we drukken gewoon op R. Je hoeft geen tools voor te hebben om dat te gaan doen. Want je hebt alleen maar nodig is een nutmeg. Dus dat heb je alleen nodig. Dus oké, en als je 100 van die wiet hebt gefarmd via de struiken, dan ga je weer terug naar het plekje waar we zijn eigenlijk met de quest begonnen zijn. En dan gaan we weer terug naar de olifant. Dan klik ik op R weer. En dan feed je 100 wiet en zo. En that's it. Nou, als je dat hebt gedaan, gaan we weer terug hier naar binnen. Gaan we hier weer omhoog. En dan praten we met deze NPC en zo. Welkom, ik ben Sarazade. Owner of Special Elephant. Oké. Zo. Dat is al gedaan. Dus nu moeten we iets gaan ontmoeten en zo. Dus als we naar de M drukken en zo. Dan is het zeg maar hier zo. Is dan die NPC. Of je kan gewoon zeg maar hier zo. Dan klik op de pijl. Dan is het precies op deze plek.
Oké, we zijn nu op de plek bij Shaakatu. Dus we gaan nu met deze stable praten en zo. Dus we gaan hierheen en dan praten we even met de stable en zo. En dan hebben wij een elephant. Dus we hebben hem. Dus als je zeg maar hier op drukt, dan zie je hier zo dat dingen zo. Dus wat je moet doen, hoe je moet gaan doen. Dus je gaat weer naar de stable. En ga je zeg maar hier zo. En dan klik je you have a mount. You can hier. Dus dan klik je even hier zo. Rechts of links onderin op het scherm. En dan zie je dit en zo. En voor je naam in. Ik zou noemen Monster Face. Elephant of zo. Of ja, gewoon dat en zo. En yes. We hebben de Monster Face Elephant. Dus we gaan hier zo even kijken. Check in. Ik doe dat. Zijn we eruit halen. En there you go. We hebben onze eigen olifant. Even eieren. Dus we gaan eventjes kijken hoe dat is. Ik heb dit nog nooit gedaan eigenlijk. En we hebben een eigen olifant gewoon. Holy shit. Alleen dat stering is zo echt damn hard. Al begin al. Maar kijk, we hebben onze eigen olifant. Nice. Nou mensen, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je deze video leuk vindt. Als je vragen hebt, kan je vragen stellen. Als je liken mag je gaan liken. Abonneer op mijn YouTube kanaal als je nog meer wil weten en zien en zo qua video's en zo. Dus nou, nogmaals bedankt voor het kijken en ik zie jullie volgende keer.